Hoe hou je in de coronatijd het menselijke contact met een patiënt? En hoe stel je iemand gerust? Want het handenschudden, je zei normaal kom je binnen, stel je je voor. Hoe doe je dat nu? Hoe blijf je die mens zien en zorg je ervoor dat ze achter jouw schort en jouw masker die mens blijven zien? Ja, nou, ik denk dat je dat wel heel goed zegt, want dat is ook wel het moeilijkste. Want je merkt nu ook door dat mondkapje, hè, je moet nu naar iemands ogen kijken of die boos is of die lacht. En, want normaal zien we dat aan ons mond. En dat soort non-verbale communicatie is blijkbaar heel belangrijk voor ons. En dat mis je en dat merk ik ook. En je moet ook oppassen, precies zoals je het zegt. Want nu zien wij, vaak weten wij dat patiënten naast elkaar liggen, maar hebben allemaal een andere ziekte. En nu hebben al die mensen hetzelfde. Ja, en dan, dat is heel gek voor ons, want dan kunnen we het bijna niet onthouden. Dus ja, die menselijke aspect, ja, daar moet je je van bewust zijn. En dan moet je iedere dag tegen jezelf zeggen, wat wil degene en voor wie doe ik het? En daarom zijn die familiegesprekken ook belangrijk. Maar we lossen dat bijvoorbeeld ook op als je bij ons nu, hè, iedereen bij ons ligt in een eigen kamer. IC-box noemen we dat, maar dat is een eigen kamer. Maar we vragen ook de familie altijd foto's op te hangen aan de muur van degene die er ligt. Ja, dat is zo confronterend, maar het helpt mij wel altijd om te zien wat diegene doet. En dan staat er ineens een hond op of een moestuin. Ja. En dan zien die mensen er ook vaak heel anders uit. En alle vrienden of familie of kleinkinderen. En dat is wel belangrijk, want er hoort altijd bij ieder mens hoort een verhaal bij. En dat is zo belangrijk. Wat je nu zegt, dat ringt eigenlijk nu pas bij me binnen. Dat normaal gesproken heb je allerlei verschillende patiënten. Of dat is nu ook verschillende patiënten, maar met verschillende aandoeningen. En dat is relatief makkelijk te onthouden. Ja. Wie wat precies heeft. Maar als nu iedereen hetzelfde heeft. Hoe onderscheid je inderdaad nog? Hoe hou je dan nog het onderscheid tussen die verschillende patiënten? Ja. Nou, dat is echt. Het klinkt bij stilgestaan. Ja, maar dat is echt raar nu. Dat is echt wennen voor ons. En zeker op een grote intensive care zoals hier in het Erasmus. Hè, we draaien. Ja, nu. Want als je zegt groot, ik ben bij jullie op de IC geweest. Toen gingen we naar boven, naar de 8e verdieping, als ik me herinner, liedje. Maar toen nog allemaal lege boxen, IC-boxen zien. Hoeveel mensen liggen er nu bij? Nou, er ligt nu op de 8e 16 patiënten met COVID. Allemaal hetzelfde. Okay. En dat is heel raar, snap je? Dan moet je bijna naar de kamernummer kijken en naar het labeltje wat op de deur geplakt zit, wie het is. En dat is echt wennen voor ons, omdat we zo gewend zijn dat we vaak het verhaal kennen naar aanleiding van een ziekte. Snap je? Je hebt een auto-ongeval of een hersenbloeding of een levertransplantatie. Dan komt dat verhaal makkelijker bij jezelf naar boven. En als we in ons multidisciplinair overleg over de patiënt praten, kan je dat ook makkelijker terughalen. Ja. En nu gaat het vaak over COVID met een naam en een leeftijd. Maar je kan er geen plaatje of geen beeld bij halen. Nu we toch bij COVID zijn. Want ik wilde dit gesprek niet alleen daarover laten gaan. Maar ook over andere zaken. Maar toen ik vertelde dat we vandaag dat je vandaag in de podcast zou zitten, kreeg ik alleen maar vragen als in: wanneer kunnen mijn kinderen weer naar school? Kan ik gaan studeren? Hoe lang duurt deze gekkigheid nog? Dat hele vaccin, moet ik dat nou wel nemen? Word ik daarmee niet? Is het wel veilig omdat het zo snel is ontwikkeld? Dus ik dacht, ik wil daar ook wel een paar zaken eventjes langslopen als je dat goed vindt. Tuurlijk. Om een paar vragen te beantwoorden. En de eerste is, denk ik, kunnen we hier heel snel mee stoppen? Dat is in ieder geval het gevoel wat heel veel mensen hebben. En eigenlijk is de vraag die Britse variant die er nu is. Wat betekent dat nu voor de ontwikkeling van het virus en de verwachtingen die er nu zijn met hoe het zich nu verder ontwikkelt? Ja, nou kijk, in de eerste week van januari was ik ongelooflijk optimistisch. Omdat je gewoon echt zag wat die effecten waren van die lockdown van half december. En dat kunnen wij als Nederlanders toch wel goed. Wij klagen, maar op het moment dat we met elkaar een besluit genomen hebben, zien wij ook echt dat het effect heeft. Dus de besluiten die genomen worden door het kabinet, nou demissionair, samen met jullie in de Tweede Kamer, dat heeft echt effect. En dan zie je ook echt dat dat daalt. En wat er nu dus gebeurt, ik noem het maar even het oude variant, die daalt ook echt. En 1 februari of 1 maart, hebben we nog maar heel weinig van die patiënten, is de verwachting in de modellen. Wat er nu alleen
in de tweede week van januari komt ineens het bericht dat we een mutant hebben. En we hebben nog steeds hetzelfde virus. Er zijn alleen als een virus zich vermenigvuldigt, krijg je soms weeffoutjes, andere samenstelling. En daardoor is een verandering ontstaan in die gekke pootjes op dat virus. En dat noem je die spike-eiwitten. En we begrijpen het nog niet helemaal of hij vermenigvuldigt zich beter, maar het idee is nu dat hij zich daardoor beter aan de cellen kan hechten en makkelijker het lichaam kan binnendringen. En dat moet hij, want hij gebruikt onze organellen in de cellen om zich te vermenigvuldigen. Nou, en als hij zich meer kan vermenigvuldigen, ben je besmettelijker. Nou, en dat ontstaat nu. Nou, in begin januari was het maar 2 of 4% van de mensen. En je ziet dat nu heel snel stijgen. Dus nu in die modellen is het idee dat die Britse variant nu de overhand gaat nemen. 1 februari is die de 25%. In 1 maart 75%. Ja, en daar hadden we eigenlijk geen rekening mee gehouden. Ja, dat is echt, echt shit eigenlijk, vind ik dit. Maar ja, het overkomt ons. Het virus bepaalt en niet wij. Dus wij moeten ons weer aan allerlei aanpassingen doen om ook deze variant met elkaar onder de duim te krijgen. En dat betekent eigenlijk dat we zo snel mogelijk gevaccineerd moeten zijn. Want je merkt nu wel nog een keer maatregelen en nog een keer langer. Ja, de rek is daaruit. En ik ben wel blij eigenlijk dat we nu op televisie, maar jullie ook in de Tweede Kamer, meer aandacht hebben dan alleen maar de medische kant en de ziekenhuizen. Ik bedoel, daar heb ik veel aandacht voor gevraagd. Maar ik ben oh zo blij, en dat heb ik vorige week ook geprobeerd op televisie. Jongens, ga aan de slag met de jeugd, met die scholen en met de financiën. Want het doet iets met mensen. En ja, je kan niet meer zomaar roepen, ja, omdat het virus zo is, dus hou je maar aan die maatregelen. Snap je? Ja. Dan moet ook heel goed nagedacht worden door andere experts. En het Tweede Kamer moet echt ook die alternatieven met elkaar die afwegingen maken. Snap je? Maar het is ontzettend moeilijk, omdat je je alleen maar kunt baseren op modellen. En in modellen zitten aannames en er kunnen fouten in zitten. En dat maakt het zo moeilijk. Dus we gaan tot 1 maart dalen, terwijl we allemaal scherper ons moeten houden aan de maatregelen, om een eventuele derde golf, die in de modellen voorkomt, om dat te voorkomen en dat die piek zo laag mogelijk wordt. En in de tussentijd moeten we met het vaccin wat beschikbaar komt, en dan krijgen we ook allemaal vervelende signalen, elkaar zo snel mogelijk vaccineren. Ja, en dan hebben we ook weer allerlei verschillende meningen. Hè, we hebben nu een keuze gemaakt om de 90-plusser te beginnen en daarna de andere. Terwijl de jeugd zegt, jongens, maar wij moeten het volhouden. Dus ja, er komen dan ook weer alternatieven. Zou je jeugd op een andere manier kunnen helpen omdat ze een stukje van hun vrijheid terugkrijgen?